Nee, het zoetgevoelige stemgeluid was van the one and only Mr. Tony Scott. Yes. Goedemorgen, zeg. Hey, goedemorgen, ja, echt, te gek dat je hier zo snel kon zijn, want normaal als daarvoor draaide ik Troubadours on the Fourth Floor and Dreams. En die zouden we dan vandaag hier in een fragiele uitvoering krijgen. Maar nou ja, desperate ziek, dat kan gebeuren. En dus belden we jou en jij had ook gelijk zoiets van, oké, okay, lachen. Ja, helemaal te gek. Ik hoorde het vorige week. En ja. Nou, gisteren kwam het door, het sms'je van Bart Timbles. Alsjeblieft. Just come around 3FM, Giel Belen in de studio. Toch. Ja, precies. Hi. En ik moet zeggen, het nog steeds allemaal reacties van mensen. Die stem van Tony, heerlijk. Nou, precies. Thank you. Zijn er ook mensen die denken dat jij de Indiaan van de Village People was die solo ging? Zo ben ik inderdaad vaak aangekondigd. Maar ja, helemaal. Moet ik het op het podium proberen goed te maken. En dat lukt het soms. Eens even kijken. Dan krijg... Oh ja, nog een sms'je over Jan Flemings dat hij inderdaad in de 90's elke keer meedeed aan Terlander Zijn in de Lucht. Ik had geen zin in om het daarover te hebben. Eens even kijken. Ik draai een 12 inch grijs. Van The Indian, ja natuurlijk. De Greenhouse Effect van Tony Scott. Ja, nee, je bent nog steeds van de Greenhouse Effect. Je bent op de fiets. We zijn op de fiets. En samen met ons... Maar is dat echt vanwege het milieu? Of gewoon vanwege het feit dat je in de buurt houdt? Nee, gewoon makkelijk. Ja. Gewoon makkelijk voor de deur en 5 minuutjes lopen. We zijn hier met Enero Moestalam. Ja. En W. Tyson. Het klinkt allemaal heel hip, maar wie zijn het? W. Tyson is onze tourmanager. En okay. Enero Moestalam is een oud leerling van mij. Ik ben inmiddels 12 jaar muziekdocent. Ja, dat is wat je doet tegenwoordig, hè? Ja. Onder andere, en nog steeds Tony Scott, de Chief. En Enero die komt ons begeleiden vandaag bij de Chief en Get Into It. Ja, en dan dus de akoestische uitvoering, hè? Ja, spannend, spannend. Ja. Eens even kijken, wat krijgen we met sms'jes die binnenkomen of je nog steeds een staart hebt? Jazeker. Je bent niet echt kalend, toch? Nou ja, hier ergens. Oh, een beetje monnikenstijl. En dat hij van die foute bloesjes had, valt helemaal mee. Wel gewoon zijn ketting. Het is wel de Chief. Als je denkt, Tony Scott, je kent even niet. Nou ja, even een overzicht. Get into it. Precies. Like a line of sunny, it keeps going. From the past, all night, you know it. All aboard the compass, the taking. Hurry up, don't get me late. I'm a redskin. Maybe you know me as Tony, but you can also call me the G. Als ik dit schrijf, dan ben ik 16 jaar. Ja, echt waar, ja. Ja, trouwens, toen was ik 16 toen dit werd opgenomen. Ja. Deze natuurlijk met Carl Dinger, Love It Love. Ja. En wat ik ook een van je juweeltjes vind... Moeten we gewoon ook niet onder stoel of bank zijn. Ja! Inderdaad. Linda Rose en Jessica. Maar dit is het 1992. En wat heb jij gedaan bij dit nummer dan? De tekst. Je hebt de tekst geschreven. En het is een goede tekst. Laten we even luisteren. Ja, ja, ja. En tegenwoordig maak je nog wel ook muziek? Ik maak nog steeds muziek. Okay. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we met Bingo Players track uitgebracht. Oh. En even kijken, nou nog een aantal dingen. En natuurlijk ook met, dat weet jij niet, Tears Kizzo. Tears Kizzo? Oh ja, de Tears the Beat Creator. Ja. Echt waar? Dat is ook een oud leerling van mij. Oh, dat weet ik niet. Oh. Dus met hem heb ik van de zomer ook nog in de studio gezeten voor een nieuwe track. Ja, oké. En zo komen er misschien wel nog wat nieuwe dingen aan. Tony Scott, Still Alive. Nou ja, ik zou zeggen, ga naar de speelbad, ga naar de plek. We're going to it. Ja. Aight. Chief dus, en dan in een hele bijzondere uitvoering. Daarom heeft hij een leerling meegenomen, want dat is los van de optredens die hij nog steeds wel geeft, is hij vooral op de middelbare school in Amsterdam. Peter van der Bos, zo heet hij eigenlijk, maar Tony Scott, dat is gewoon de Chief. En nou ja, de Chief gaat hij dus ook doen. Maar ja, akoestisch, weet je, ik zie daar wel iets van een gitaar. En wat heb jij zelf eigenlijk vast voor, hoe is de samba? Sambaballen. Het is de maraca. De maraca van de shamaan. Oké. Okay. Indiaanse shamaan. Precies. Yeah. The Chief. Iroketea sakar kung. Surinya mapara wararo. Nono pitu pono kung. O vi wano me ganong. O vi wepo kamanong. Parichon nano no moromang. Kamakung ya sakar kung. Ladies and gentlemen, coming to you live, 3FM Studios, Phil Balin, 3FM, 90s Request Week, the Chief, Tony Scott, and Enero.
Muslim. Just want it, cuz love it just the way you wanna have it. In a straight way, here's a chance to get it. What's up, you still do not know who's bringing it. Next, what I do, just sound simple, telling it the red skin. In fact, I am an Indian, I'm bragging and boasting. Maybe half of you thinking, what? An Indian who's bringing this, wanting us to do what he tells us. This summertime, you misunderstand, a completely my brother. And just like all the others, you will be all the human beings with these skin colors. So what? Maybe you white and yellow or black. We bring one thing, we pride that. I'm a red skin, maybe you know me as Tony, but you can also call me the chief. Yeah, check this out, y'all. Come on, the chief. 1990, 2011, the chief. Rocking it live. Yeah, come on, it's the chief. Yeah, come around. Yeah, we are feeling the bass is steady pumping, ramming up your body, gets your feet jumping around. You lost control of them, they're automatically dancing. You ain't got a chance to stand still. Your feet are already tapping, your fingers snapping, just let the hands clap too. Come on and get on down now. I'm like a hawk serving you, attacking at the right time to fuck you up. And then you know it's me, Tony, also known as the chief. Yeah, come on, it's the chief. Come on, yeah, rocking it with the needle, yeah. The chief, coming down, y'all. Check this out, yeah, it's the chief. One more time, the identity of me at the end. It's not clear for you to see that I am an Indian, and I will always be an advocate for keeping your culture on a high level. Don't despise it, learn your culture, cause life ain't just the beautiful things like having much money, a lot of women. No, you better think about today's society. It's getting harder to get a J-O-B, when you're not educated. So be sensible and don't play with your future. You gotta understand what you will be glad about, the things that teachers taught you. Yeah, that you can profit with my membership card saving your pocket. Yeah, with the membership card saving your pocket. Yes, yeah, and then you know it's me, Tony, also known as the chief. Originally produced by Fabian Lanson, rocking it, Tony Scott and Nero, 3FM, Keel Balin, coming to you live, y'all. We break it down, the chief.